omdat ik het altijd heel leuk vond om bij papa te komen kijken. Die liep hem al heel vaak. En nu wil ik het heel graag zelf een keer proberen. Ik heb hem 10 keer gelopen. Nou ja, de eerste keer was een militaire dienst. Toen heel veel jaren heb ik hem niet gelopen. En toen ben ik hem weer met mijn zwager gaan lopen. Toen ben ik hem eigenlijk weer blijven lopen elk jaar. Ja, het was altijd zo gezellig. Dan deelde ik ook fruit uit en zo. En ja, die sfeer gewoon in. Dus nu wil ik het zelf ook doen. Ja, ze heeft altijd wel goed kunnen lopen. Heeft ze altijd wel gekund. En ja, ze heeft het altijd wel leuk gevonden, ja. En ze heeft het eigenlijk te pakken gekregen met het aan de kant aanmoedigen van de mensen en de sfeer proeven. Klopt het dat als je 1 dag later was geboren, dat je dit jaar nog niet had mee mogen doen? Ja, daar heb ik wel heel veel geluk mee, ja. Omdat ik van 31-12 ben, dus 31 december, ja, dan mag ik hem net lopen. Want je moest 12 zijn om in het jaar dat je 12 was, mocht je hem lopen. Dus. Ja, ik vind het heel knap van haar, ja. Ja, ze kan het ook echt goed. Dus ja, het zou me verbazen als ze in de problemen komt eigenlijk maar. Heel veel trainen met papa. Op de Vierdaagse site stond ook het trainingsschema en die hebben we gevolgd. Gewoon heel gezellig en zo. Dus. Vind je dat niet saai, 30 kilometer wandelen? Nee, en zeker niet met al die mensen denk ik straks. Dus, maar ja, ik denk dat het heel leuk gaat worden. Met de training was het al heel leuk, dus ik denk straks vooral. En ga je het redden? Ja, dat hoop ik vooral. Maar ik denk het wel, ik heb goed getraind volgens mij. Dus dat komt wel goed, denk ik. Ja, ben je al een beetje aan het dromen van hoe dat zal zijn als je de Via Gladiola opkomt in de wetenschap dat je het kruisje gaat halen? Ja, dat vind ik wel heel spannend. Dat het al bijna zover is. Want ja, ik weet al heel lang dat ik het ga doen, maar dan was het elke keer van, ja, het duurt nog zo lang. Maar nu is het echt al gewoon bijna. Dus ik heb er zin in.